Het is maandag 20 juni, tijd alweer voor aflevering 66 van de Gouden Kooi podcast. En tegenover mij, zoals altijd en vertrouwd, de enige echte, de man, de myth, de legend, de Hurricane! Gilbert Eiffel. Goeie vandaag. Grotere lach dan ooit, grotere arm ook dan ooit. Ja, ja, ja. Gaat ja. Lekker, hè? Gaat lekker, ja. Ja, ja. Ja, gaat super. Ja, nou ja, ik wil het nog wel een keer uitleggen. Ja, ja, vertel. Ik ben natuurlijk serieus met gewichten aan het gooien de laatste tijd. Ja. Maar dat doen we al een tijdje. Maar ik ben de laatste tijd 2, 3, 4 kilo spier aangekomen. Ja. Dus ik echt dik was geworden. Was mijn... Hoe kan dat nou eigenlijk? Ik vind het niet erg, weet je, maar hoe kan dat? Want ik doe eigenlijk niks anders. Nou ja, ik heb je verteld, ik eet eigenlijk alleen vlees. En ik heb sinds 3, 4 weken, denk ik, ik heb mijn vlees in stukken van een kilo laten snijden. Hartstikke idee. Ja. Appa. Dus dan eet ik. Ja, dus ik denk. Maar dan eet ik dus een kommetje om de thuis naar de podcast. Dan nam ik 8 eieren. Ja. Gooi ik mijn steak in de oven. Had ik die steak op. En dan had ik s'avonds nog een keer 8 eieren. En dan zat ik goed vol. Ja. Ja, ik heb het uitgerekend van de week. Dat zijn gewoon 4300 calorieën. Ja, dat is gewoon te veel. Dus ik begin langzaam te groeien. Dus goede spieren. Goed ja, gewicht. Ja, ja, ja. Dus daarom ben ik ietsjes groter. Dus ik vind het helemaal niet erg. Want ik zie er best wel knap uit. Maar ik ga eens even wat minder in eieren. Eens, als ik het goed heb uitgerekend, is één zo'n stuk van een kilo is dan 2900 calorieën. En als ik dat nou eens eventjes gewoon even een week, 2 weken lang doe, dus even kijken wat dan met mijn gewicht gaat gebeuren. Oké, okay. Ik ben heel benieuwd. Ik zet 16 eieren op een dag, hè? Heb je het over dan? Zeg al, dat eieren is goed voor de potentie, ja, zeg maar. Ja, ja, ja. Ik wil geen hele persoonlijke vragen stellen, nee. Maar als je 16 eieren op een dag eet, laat maar zitten eigenlijk. Ja, nee, ik ben gezond overal. Je bent gezond overal. Ik ben zeer gezond overal. Nou, ja. Laten we het daarop houden. Terug naar vandaag. Het is trouwens vandaag Natural Vanilla Milkshake Day. Oh, weet je dat ik al heel lang niet meer een milkshake heb gehad? Dat zijn er niet meer zo van deze tijd. Hè? Vroeger wel. Vroeger was het... bij elke patatje, daar kwam een milkshake bij. Ja, ik hou wel van een goede milkshake. Afgelopen vrijdag was ik met persoon naar die nieuwe Jurassic Park film geweest. Zijn we daarna, hij mocht kiezen. Jurassic Park, met die dino's. Okay, ja. Hartstikke leuk. En toen gingen we daarna naar de KFC, hadden ze een kokosmilkshake. Dus ik heb een... Ja, het was best wel lekker. Gelukkig man, ik had er per ongeluk 2 besteld. Dus ik heb ze alle 2 opgedronken. Dus ik heb geen 16 eieren op een dag, maar ik drink 2 kokosmilkshakes achter elkaar. Ook heel lekker. Goed, terug naar de waanzin van de dag. We gaan het natuurlijk hebben over UFC Austin. Afgelopen weekend geweldig evenement met publiek. Wij gaan zo Marcel, onze derde man in deze boyband, erbij halen. We gaan natuurlijk uitgebreid weer op de alle kijkers- en luisteraarsvragen in die massaal zijn ingestuurd. We gaan weer Gouden Kooi natuurlijk bespreken. En daarin gaan we ook vooruitkijken naar het evenement van volgende week, wat is UFC Vegas 57 en nog veel meer. Dus ik zou zeggen, laten we geen tijd meer verspillen en er gewoon recht induiken. Sterker nog, wat denk je ervan als we gewoon de missing link erbij halen? Dan heb ik het natuurlijk over de enige echte, de man, de man undefeated on the main streets of Maastricht. Marcel Dorf, goedemorgen. Je was er al, je was er voor ik vandaag, voordat ik er was. Ja, het gebeurt niet vaak. Goedemorgen. Ja, het gekkenhuis. Vaak moet je een beetje opstarten in de morgen. Je weet, je kijkt natuurlijk alles van Malina tot Medemblik. Maar nu was je gewoon al, voor mij was je present online. Wat is er aan de hand? Ja, er was niks aan Medemblik dit keer. Dus, Medemblik was dicht. Ja, oké. Okay. Nou, sterker nog, wanneer was het van de week? Stuurde ik 's morgens, want ik sta vroeg op. Denk, ik stuur je allemaal eens een grappig dingetje en kreeg meteen een reactie van iemand, want hij was toch wakker om 4:15. Dat was het 4:05, 6:30. Ja, 4:05. 4:05 was gewoon nog wakker. Nou, dat vind ik natuurlijk wel knap. Dat en hij toen nu was al... jij eieren aan het bakken? Nee, het ging niet. Op naar de sportschool. Maar dat vind ik al nog knap dat hij nu alweer wakker is. Ja, nou, welkom. Nogmaals, laten we gelijk in de materie duiken. UFC Austin, dat gebeurt niet vaak. Dat 2 weken achter elkaar getrakteerd worden op een UFC met publiek. Gewoon in volle zaal met toeters en bellen erop en aan. Vorige week natuurlijk UFC 275 was geweldig. Nu was de UFC Austin. Was ook geweldig. Ik vond echt... vorige week zei ik, nou, dit was echt een fantastische kaart. Toen zei ik 9 volgens mij. Ik ben benieuwd, Gilbert. Gaan we eroverheen deze week? Ik heb er lang over nagedacht. En deze fucking internet of computer doet gewoon niet wat ik wil. Maar goed... Hoezo?
ben er. Ja, ik heb er lang over nagedacht. Ja. En ik vind 10 eigenlijk wel een heel hoog cijfer. Ja. 10 want, is perfect, hè? 10 is dan mag ja, er niks meer want, zijn. Want het vochten niet een paar van mijn favoriete vechters. Mm-hmm. Maar ja, ik denk dat dit wel alles is wat je wilt in een gala. Ik moet heel eerlijk zeggen, ik heb 2 partijen niet gezien. Ja. En want ik zag bijna alle partijen waren, het is allemaal chaos en dit en dat. En er waren dan 2 damespartijen. En toen zag ik, die gaan helemaal tot het einde. Ik dacht, nou, je hebt dan... toch, wacht even, je hebt toch wel Silva tegen nee, ja, die heb ik een heel, net nog een heel klein stukje gekeken. En toen, wat ik zag, dacht ik, oh, oké, okay, ja, die moet ik nog gaan kijken. Ja, die moet je maar ik was kijken. Eigenlijk een beetje bang naar alle chaos en al het geweld en al het geweldigheid. Dat ik dan 2 partijen ertussenin zouden zitten. En ik, nou, dat, ik durfde het niet aan. Maar 10 min, kan dat? Ja, kan. Ja, is dat hoger dan een 9,5? Dat is hoger dan 9,5. Is zeg maar 9,75. Oké, okay, ja, dan ga ik voor de 10 in. Want ja, het waren chaos, na chaos, na chaos, na chaos. Ja. En er werd gevochten. Ja. Er werd gewoon geknokt. En dat voor even die spinning elbows. Oh, bah! Ricardo Ramos, ja. Hij werd zo hard geraakt dat hij niet wist wat. Ja, wat niet normaal. Ja. Geweldig, ja. Ja. Ja, 10 min, zeg jij. Marcel, kom erin. Wat is jouw cijfer voor UFC Austin? Ja, ik gaf vorige week een 9,5. Geef nu weer een 9,5. Zo, dat is goed. Ja. Maar, waarom? Ja, waarom? Ik bedoel, de vorige week was de beste pay-per-view tot nog toe. En dit was wat mij betreft het beste jaar. Je zal het er niet mee eens zijn in vergelijking met Londen. Maar voor mij was dit de beste Fight Night tot nu toe. Dit jaar. Snap ik ook dus, wel. Dat was natuurlijk, ja. Ja, precies. Ja. Dus dat waren eigenlijk wel de 3 beste evenementen dit jaar. Die van vorige week, die van Londen en deze, denk ik. En ik ga voor 9,5. Dus ja. Ja, ja, ik UFC Londen staat voor mij nog wel, denk ik, als nummer 1 van het beste evenement van het jaar tot nu toe. En dat is puur gewoon niet alleen wat ik erbij, omdat wij erbij waren, maar gewoon op het publiek, weet je, alles erop en eraan. Alle Engelsen die wonnen, alles klopte gewoon van begin tot eind. Het was gewoon eigenlijk een perfecte avond voor UFC daar, die terugkwam na 3 jaar weer in Londen. Zo. Dus daarom denk ik dat ik deze net iets hoger aanslaat dan deze. Maar ik ben absoluut niet boos over je, op jou als je het omdraait, want ik kan ik alles ook invoelen. Het was een fantastische kaart. Begon gelijk eerste beste partij van de prelims, Roman Dolice met die knie, mijn hemel. Je hoorde gewoon bij Kyle Dawkins, hoorde je gewoon zijn jukbeen krakken. Je hoorde gewoon... hebben we ook nog weer vragen trouwens. Is het gebroken? Want... Dat heb ik niks over gehoord. Misschien dat Marcel het weet. Maar het klonk wel heel erg. Ja, want je zag ook als die knie kwam. Dat zit een deuk in. Alsof met een honkbalknuppel tegen een ijzeren paal aansloeg. Zo ongeveer. Mijn Marcel, hemel. Wat denk je? Heb je wat gehoord? Nee, niks over gehoord. Okay. Niks over gehoord. Nee. Nou ja, heerlijk. Als je die slow, er was 1 slow-mo. Als je de herhaling keek, zag je het gewoon indeuken. Ja, precies, dat zeg ik. Nasty. En dat was de toon van de avond. Dat ging door helemaal. En toen kwam die volgende partij. Come on, nou, oké. Okay. 2 dingen. Ja. 1. Als eerste, ik vond die partij had eigenlijk al in de eerste ronde al moet gestopt moeten worden. Die tweede partij die er kwam. Met al die ellebogen, veel horse heb je dan over tegen de one win. 2. Wie zou er nou niet tegen zo'n klein mannetje willen vechten? Die niet bij jou in de buurt komt. Ja, laten we even eerlijk zijn. Ja, ik was 4 of 5 partijen in Japan. En toen ging mijn partij niet door. Althans, hadden ze geen tegenstander voor mij. Ja. En ik heb het trouwens ook in de columns een keer over geschreven. Ik dacht van, wat? Laat me zo'n heel klein kutmannetje hebben. Die niet kan. Die ik lekker in elkaar kan trappen. Maar dat is toch wat hij deed? Ja. Oh ja. My Nou ja, gosh. Met alle respect van Darren Wynn. Want die nam een paar ellebogen en veel, nog veel meer op zijn kanus. Waar de meeste mensen na de 2 of 3 keer al niet meer van op zouden opstaan. En hij blijft staan. Sterker nog, de 2e ronde begint. En hij komt gewoon, hij came out swinging. Hij begint gewoon te zwaaien en probeert en raakt Horst ook nog een keer. Dus alle respect voor hem. Maar ik ben het met je eens, die partij had wel wat eerder gestopt mogen worden. Want die nam zoveel schade. En hij werd gewoon letterlijk gewoon van zijn voeten getild bij sommige van die stoten en ellebogen. En opstoten en aan alle kanten. En hoe goed zag Phil Hoekstra, die in zijn laatste wedstrijd nog tegen de Action Man annihilated werd, in elkaar geslagen werd. En dan zou terugkomen en er zo'n geweldige partij neerzetten. Ja, fantastisch. En daarna was dat, wat daarna gebeurde was, ik weet niet of je dat hebt meegekregen, dat hij eventjes aan de stok kreeg met DC. Met DC, ja. Ik weet niet waarom, maar...
Nou, hij verweet DC. DC zou dus vooraf iets gezegd hebben dat hij dacht dat Wind ging winnen of zoiets. You picked the wrong guy, blablabla. En DC blijft wel rustig van, hey, een beetje respectvol blijven. Hè? We zijn hier levels to the game. Blijf deed het heel netjes, maar zetten hem wel even op zijn plaats. Zo van. Wat mooi is, daarna hebben ze een interview samen. En het is gewoon alsof er nooit wat gebeurd is. Ja, ik zag het ook. Ja. Oké. Okay. En ik denk, nou, dat interview gaat dus nog niet meer door. Nee, hij bleef heel netjes. Maar het is goed. Soms moet je gewoon even... goed zitten en dan door. Ja. Precies. Even laten weten what's what. En gewoon weer professioneel. Professioneel, allebei. Fantastisch. Nu we toch weer van beneden naar boven. Normaal gaan we bij de baby lekker door. Ja. Cody Stamen. Ook natuurlijk zijn laatste wedstrijd niet zo goed. Tegen Eddie Wineland. Die gaf me ook een pak rammel van heb ik jou daar. Had misschien ook iets eerder al gestopt mogen worden. En Eddie Wineland, met die geweldige natuurlijk porno-snort, maar... Ja, ging niet zo heel goed. Nee, ging niet zo heel goed. En er was een momentje aan het einde van de wedstrijd bij de prijzen dat hij zijn handschoenen uitdeed, maar het is niet helemaal duidelijk of hij daar nou inderdaad een einde aan zijn carrière maakte. Maar ja, die loopt al heel lang mee. Die heeft al zoveel klappen gehad, dat je bijna hoopt dat hij dat inderdaad gaat doen. Het is ook niet een beetje lang door, dat het ook wel eerder gestopt kunnen worden. Ja, vond ik wel. Hij is gestopt, hè? Warner. Hij is gestopt. Officieel. Hij is gestopt? Oké, dat had ik nog niet meegekregen. Ja. Gelukkig zou ik bijna zeggen, ik wil nooit mensen hun pensioen inpraten. Weet je, dat is niet mijn plek om dat te doen. Maar soms, je bent ook begaafd natuurlijk met het welzijn en met zijn toekomst en met zijn familie en zo. Dus ik denk een goede beslissing voor hem. Want hij heeft al een behoorlijke carrière achter de rug en behoorlijk wat schade genomen. Oliveira tegen de Paula, een goede partij. Mooie overwinning daar van Oliveira. Dan inderdaad die Ricardo Ramos tegen Gianni Chavez. Hij had al een paar spinning kicks, spinning backfist, weet ik wel, uit alle hoeken staan, godium. En toen opeens die Shades of Jiří Prochazka, wou ik zeggen. Oh ja, die elleboog. Die elleboog, hoe die naar beneden dook en hem boven gooide. Maar het wonderbaarlijke aan deze Ricardo Ramos is dat het dus niet de eerste keer is dat hij dat gedaan heeft. Oh ja, ja. Dat hij al vaker op deze manier een wedstrijd beslist heeft. En kijk, als het één keer doet, dan kan je nog spreken van geluk. En het is natuurlijk een techniek die niet zo heel vaak voorkomt, succesvol. Het komt wel vaak voor, maar die niet zo succesvol is. Altijd vaak mis of gaan ze proberen het wel. Maar deze was wel spot on, hè? Oh, het was zo hard. En hij zag hem nooit aankomen. Maar je zag hem echt zo... Wat... Ja, en na de tijd ook zag je hem ook zo van, wat is gebeurd? Ja, hij wist even niet meer wat er gebeurd was. Hij heeft hem nooit aan zien komen. Ja, nee. Ja. Een knock-out van de avond, Marcel? Ja, 100%. Maar hij had er zoveel keuze. Maar zelfs als ze maar 2 bonus hadden gegeven, had deze 100% gekregen. Ja, fantastisch. Fantastisch, inderdaad. En we hadden het ook later op de kaart in main event Calvin Cater. Die heeft een soortgelijke knockout toen de tijd tegen Jeremy Stephens ook. Maar deze was wel mooi. We hadden vorige week ook ruimschoots die van Jiří Prochazka gezien tegen Dominic Reyes. Die ook knijterhard was. Maar deze, de timing, hij was gewoon precies perfect. Net hoe je opzette. Of je een heel net een levensstoot geeft. Ja. Ja. En die van Prochazka was natuurlijk meer Prochazka, die gooide eerst eentje, die miste die, toen draaide die door. Dus was eigenlijk in het moment dat hij een soort van intuïtief dat deed. Deze was gewoon 100% gepland. Bedoeld. Was gewoon 100% zo bedoeld. Ja. Perfect uitgevoerd. Dus ik denk dat ik deze daarom misschien wel mooi vind. Oh ja, 100%. Ja. Zeker. Ja. Jeremiah Wells, die echt ook gehakt maakte van Court McGee. Court McGee, geloof ik, sinds 2016 niet KO gegaan, maar ging nu... Ging gewoon voor 2016, voor de 2 onthouden. Gewoon voor 6 jaar lang KO ging die. Ja, geweldig. We blijven maar doorgaan. En dan de partij die jij dus niet hebt gezien, die dus, omdat we daar gaan komen straks bij, die opeens werd omhoog push naar de featured prelim, de laatste prelim van de avond, tussen Jasmine Justificius en de nieuwkomer Natalia Silva. Wie zou je zeggen? Ja. Geen idee. Ik had ook nog nooit van haar gehoord. Maar goed, we gaan ervoor zitten. We gaan kijken. Mijn hemel. Dit is wat mij betreft nu al een vroege kandidaat voor debuut van het jaar. Ja. Wat een geweldige
Zo klein. Ze leek wel 2 maten kleiner dan Jesse Fischer. Maar ze was gewoon met haar eten aan het spelen in die kooi. Ze gaan uit alle hoeken en standen. En Jesse, het leek wel alsof ze een andere sport aan het doen was. Ja, wat ik ervan zag, ja? was gewoon helemaal los. Ja. Helemaal los. Springen, draaitrap, stoten. Of er niks aan de hand was. Een mix van Conor McGregor, Aldo, ja. John Jones, alles. Ja. Laten missen. Goede sprawls. Ja. Goede sprawl, want Jesse Fischer betere worstel hadden verwacht dat hij dat op die manier was gaan controleren. Allemaal met het verschil in formaat. Maar niks was minder waar in Talia Silva. En het laatst helemaal om het om af te maken. Jesse Fischer die een soort van wanhoopspoging op de laatste seconde van de wedstrijd. Ik weet niet wat het was. Een soort van Superman punch, / gesprongen knie, / voorwaartse salto, / faceplant op je eigen bek. Ik weet niet, sloeg aan, maar Silva stapte weg en deed nog net niet deze. Maar het was echt fantastisch. Ja, maar je bent het met mij eens, dan Talia Silva is toch fantastisch. Ja, ik bedoel, maar Jesuda Fischer had dat ook nooit verwacht, man. Ja, als je de weging van tevoren had gezien, zat ze uit de dag met het vingertje voor haar gezicht. En ze had echt gedacht van, ik ga door haar heen lopen, maar was die Silva goed, man. Ja, ik heb echt van genoten, 3 rondes lang. En zelfs toen Jesuda Fischer ze probeerde naar de grond te krijgen, dus gewoon 2 keer een hip toss en komt zij bovenop. Weet je, ik vond het daar echt van fantastisch. Ja, ja, geweldig. Echt fantastisch debuut. En dan het interview, ik had geen idee wat ze allemaal zeiden, maar was dat gillen, schreeuwen, God aanroepen en weet ik veel wat allemaal. Maar ik weet niet wat ze zeiden, maar ik vond het een genot om naar te kijken. Heel veel energie en fantastisch. Ik kan niet wachten om meer van deze dame te zien. Geweldige aanwinst. En even laten we hebben over die flyweight divisie. Want jouw grote vriend Valentina, we hadden het natuurlijk allemaal over van Valentina heeft geen tegenstanders meer. Mm-hmm. Ze heeft iedereen al verslagen en zo. Ondertussen, vlak onder de oppervlakte, zijn er natuurlijk. We hebben natuurlijk Tyler Santos, die het beest nu echt. Nou ja, die het heel moeilijk heeft gemaakt. Maar nu met deze Natalia Silva. We hebben natuurlijk Casey O'Neill, Aaron Blanchfield, die we laatst hadden. Manon Fiorot. Die flyweight-divisie is best wel gewoon stiekem een beetje booming aan het worden. Nou, wat ik van deze dame zag, dacht ik van. Oh. Dat kan als een leuke partij worden tegen Valentina. Ja. Ja, want deze die staat er gewoon veel losser in. En die gooit en die is waarschijnlijk niet zo bekrampt. Die gaat niet zo bekrampt vechten als tegen Valentina vecht. Nee. Spannend. Ja, leuk. Ja. En natuurlijk nog een Alexa Grasso. Ik vind haar heel leuk, maar ik vind die divisie stiekem. Weet je, het is hetzelfde een beetje ook wat met Light Heavyweight gebeurd is een paar jaar geleden. Van dat je een dunne divisie zo. En dus, stiekem hebben ze wat talent erin gepompt. En opeens dan heb je 4, 5, 6 nieuwe prospects. Weet je, nieuwe talenten die naar verwachting het heel goed gaan doen. En zij is absoluut echt een fantastische aanwinst. Wat mij betreft nu echt gewoon topkandidaat voor debuut van het jaar in de UFC. Goud en poes is coming your way, Natalia. Althans. You never know. You never know. Misschien dat ze nog een keertje vecht dit jaar. Ik hoop het wel. Ja, dan komen we bij de maincard. En dan gebeurt natuurlijk weer waar we allemaal niet op hoopten, maar waar we de dag van tevoren al een beetje bang voor waren. Donald Cerrone tegen Joe Loos. Daar al? Ik dacht dat je dan meteen omhoog ging. Dat waren knockouts van knockouts. Nee, maar we kwamen bij de maincard uit. En UFC 274 zouden ze natuurlijk elkaar vechten. En toen had Donald Cerrone buikpijntjes. Die had de verkeerde taco gegeten of wat dan ook. Die was niet helemaal lekker. Ging de partij niet door. Nou, ze wilden heel graag bij elkaar blijven. We hebben elkaar gebeld. Jongens, wat we gaan doen. We blijven bij elkaar. Gaan we naar UFC Austin. Cerrone komt natuurlijk uit Texas. Wat voor thuiswedstrijd. Wat gebeurt er dag voor de wedstrijd, de ceremoniële weging? Dan staat Cerrone al alleen op die weegschaal, want Lozon die kon niet. Weet niet wat er aan de hand is. Blijkt, hij post een Instagram video, zijn knie zit op slot. En niemand had de sleutel. Ja, hij heeft de sleutel gevonden, want hij post vlak na afloop van het evenement een berichtje dat zijn knie weer slot was. Ja, steeds fried. Ja. Dat denk ik niet voor Joe Lawson, maar misschien voor zijn knie. Het was wel, het lijkt op een vloek op deze partij rust, want het is natuurlijk een beetje een het zijn 2 publieksfavorieten, beetje twee legendes, een beetje die Legends League, niet meer tegen jonge opkomende gasten vechten, maar gewoon tegen elkaar, geweldige matchmaking. Voor de 2e keer nu, of eigenlijk voor de 3e keer al, gaat hij dan niet door. Ja, zonde. Maar als gevolg daarvan werd dus Adrian Yanez, die dus eigenlijk de feature prelim zou zijn tegen Tony Kelly, werd omhoog gebumpt, opende nu de maincard. Nou, dat was ook gelijk weer een lekker begin. Ja, geweldig. Ik moet zeggen dat ik hem eigenlijk die Yanez niet, hoe moet ik het zeggen? Als die Tony Kelly even wat meer power in zijn handen had gehad, had het ook de andere kant op kunnen gaan.
Ja? Dat, want Giannis was natuurlijk veel beter. Hij domineerde ook. Maar ik vond niet dat hij erg netjes vocht. Nee. Of zeg ik het fout? Nee, we vochten niet netjes. Maar misschien hoefde hij ook niet netjes te vechten. Want de eerste beste klap, meteen vanaf de open, de eerste beste klap die Giannis gaf aan Kelly, zag je Kelly al meteen van, oh, dit is een andere koek. En Giannis, en ik weet, jij, Marcel, verbeter me, jij zit volgens mij net als ik al vanaf dag 1 op die Giannis hype train. Ik heb hem echt heel erg hoog zitten. Mm-hmm. Dit was nu eigenlijk een beetje zijn doorbraak misschien voor het grote publiek op een maincard. Blijkt ook nog te kunnen praten, want aan de microfoon gaf hij ook nog een geweldige promo weg. Ja, deze man is wat mij betreft is een van de nieuwe geweldig, hoor. Nieuwe sterren. Heel veel dat lichaam, hè? Pak. Ja, Marcel, jij zit ook op die hype train, toch? Ja, zeker, man. Ik vind Giannis van het begin al wel heel erg sterk. Volgens mij heeft hij vijf partijen in de UFC gehad. 4 keer performance of the night, 1 keer fight of the night. Ja. Dus dat zag eigenlijk al voldoende. Voor zijn eigen publiek, dit keer in Texas eindelijk. En ik zal je heel eerlijk zeggen, ik begreep die matchup niet heel goed. Want ik vind Davy Grant een betere vechter dan Tony Kelly, waar hij nu tegen moest. Ja. En ik had verwacht ook dat hij van hem zou winnen. Ik denk jullie ook. Dus dat heeft hij goed gedaan, de eerste ronde. Goede finish. En die Tony Kelly, wat moet je daarvan zeggen, man? Het is een beetje van, ik heb me misdragen, ik ga me nog erger misdragen. En de hoop maakt me er maar helemaal van dat ik een slechterik ben. Dan ga ik me nog erger misdragen, een beetje. Het is een beetje een rare kerel. Maar... Ja, en achteraf dan ook die rare tweet, dat hij naar Giannis tweette van, ik was niet oud. Volgens mij was hij behoorlijk oud. Volgens mij was het nog geen sprake... Ik moet heel eventjes... Ik kan eigenlijk even die KO niet meer voor mijn geheugen halen. Maar het was wel terecht dat het gestopt werd, toch, lijkt mij. Ja, ik heb hem eventjes niet... Nou. Ja, hij was... Welke partij... Wie deed hem? Herb Dean was Herb Dean? Nee. Hadley. Carrie Hadley. Ja. Oh. Hij schopte nog bijna zijn gezicht toen hij Giannis ging afhalen. Ja, die kreeg nog bijna zelf een roeien voor zijn kanus, leek het op. Vloog voorwaarts als Superman, vloog hij door de kooi heen zo ongeveer. Geweldige partij, geweldig. Wij kenden hem natuurlijk allemaal al. Ik hoop dat Giannis nu bij het grote publiek ook een beetje... Alhoewel de Fight Nights pakvangen niet zoveel wint als de pay-per-views. Maar dat het grote publiek nu een beetje notie van hem neemt. Wil je het wel met hem is? Hij ziet eruit of hij je folders bezorgt. Gewoon zijn folders bezorgen. Zo ziet hij eruit, weet je? Zodat je hem... niet zo bijzonder. Maar ondertussen trapt hij ze wel allemaal in elkaar. Ja, nou, als hij mijn folder bezorger is, dan lijp ik mijn brievenbus dicht. Voor het geval die binnenkomt en mij in elkaar slaat. Dat wil ik helemaal niet hebben. Julian Marquez tegen Gregory Rodriguez was een partij wat ik van tevoren ook wel veel van verwachtte. Marquez vind ik sowieso leuk. De Cuban Missile Crisis. En Gregory Rodriguez, natuurlijk de oud LFA kampioen, natuurlijk op de grond heel goed. Begint zich staand ook te ontwikkelen, hè, aan de hand van ons eigen Harry Hoofd bij Sanford MMA. En hoe begint hij zich te ontwikkelen? Ik zag echt de progressie in zijn staande game. En Marquez had werkelijk niks in te brengen. Ook hier had ik het idee dat het wel iets eerder gestopt had mogen worden, dat hij misschien een klap van 20 minder tegen zijn hoofd had kunnen krijgen. Maar ja, al met al gewoon echt een fantastische prestatie van Gregory Rodriguez, toch? Ja, en wat vocht hij? Wat, 2 weken geleden nog? Nou, niet 2 weken geleden, maar niet heel lang geleden. Was het een leuke partij. Ja, simpel. Ja. Hij klom nog even op zijn rug. Ja. 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 En dan weet je, hij is natuurlijk geweldig goed. Hij is ook een enorme BJJ-crack. Dan dacht je al dat het slecht nieuws, maar dat maakte het fantastisch af. Marcel, wat zie jij ook de progressie in het spel van Rodriguez, die toch bekend stond als een grondvechter? Ja man, Obama kan ook striken. Ja. Dat is trouwens een leuk verhaal. Jacare is daar eigenlijk mee gekomen. Hè? Toen hij binnenkwam in de gym. Dat hij zei van, dat is Obama. Toen zei hij van, nee, ik ben gewoon Rodriguez. Ik ben Robocop. Nee, je bent Obama. Ook weer een hele leuke partij op de main card. Maar wat je zegt, Marquez had heel weinig in te brengen. Ik had iets gelijkwaardiger wel verwacht. Hoor. Als ik heel eerlijk ben, Rodriguez die sloeg gewoon overal doorheen. Ja. Goede overwinning. Ja, van die power van Rodriguez was hij in Marquez zo'n een sterke gozer. Maar het krachtverschil was echt enorm. Groter dan ik had verwacht eigenlijk in deze partij. Ja, goed. Dan de volgende partij op die kaart was hij van de...
de twee meest spraakmakende namen om uit te spreken in je hele leven. Damir Ismagulov tegen Guram Kutatalatse. Zeg het maar eens 10 keer achter elkaar zonder te struikelen. Maar goed, we twee prospects in die divisie. Het... Voor mij was dit Fight of the Night. Was dit Fight of the Night voor jou? Ja, voor mij wel. Ja? Wat geweldig. Ja. Ja. Ja, ja, geweldig partij. Hoog tempo, super technisch. Ja. Over en weer. Spannend tot op het scherp gesneden. Super goed. Ja, hoog niveau, super hoog niveau. Vechten zijn geweldig. Ja. Het is een nieuwe broei, de nieuwe leg, noem je dat? De nieuwe breed, ja. Ja. Een nieuwe prototype vechter. Ja, ja, geweldig. Ja. Ja. En eventjes, want we gaan het misschien straks nog wel meer even over de judges hebben. Want het werd op een gegeven moment gezegd een majority decision voor Ismagulov. Dat laten we het bijgesteld naar een split decision. Hoe beoordeelde je die uitslag? Niet. Ik dacht, voor mij was het een onbeslist. Ik vond, ja. Ik heb het gewoon genoten van deze partij en... Dus dat waren geen winnaars, verliezers voor mij. Ik heb boeide me niet eens wie er gewonnen had. Volgens mij won die linker, maar... Ja. Voor mij was het gewoon onbeslist geweest. En ja. Voor mij mochten ze morgen nog een keer vechten. Ja, heerlijk. Dat sowieso. Ik neigde persoonlijk iets meer naar Kutatalatse. Maar ze zeggen altijd dat de damage schade meer telt. En als je dan dat gezicht van Kutatalatse, dan sprak dan weer boekdelen. Als je dan moet, zou ik ook voor Kutatalatse, voor hem gaan. Ja, ja, ik neigde iets meer naar die andere. Marcel, onze vervente jureringscriticus. Kom er maar in met jouw teken op deze uitslag. De eerste ronde vond ik voor Guram. Maar ik vond tweede en derde voor Ismagulov. Veel meer geland vond ik dan Guram. Dus ik had 29-28 voor Ismagulov. Ja, gewoon. Ik ben met Gilbert eens. Voor mij ook Fight of the Night. Geweldige partij. Van tevoren op papier vond ik het al een geweldige partij. En dat was ook zeg maar uiteindelijk ook zo. En ja, weet je, als je kijkt naar zo'n Kutatalatse, hij heeft 2 gevechten in de UFC gehad. En hij heeft gevochten tegen Mateusz Kamrot, tegen Damir Ismagulov. Ik bedoel, er zijn anderen in de UFC lightweight divisie die mindere partij of die mindere tegenstanders krijgen dan de eerste 2 partijen, zullen we maar zeggen. Ja, ik vond het sowieso een geweldige partij. En niemand heeft stok verloren, wie ook verloren hier. Dat was een geweldige partij. Nee, ja, allebei willen ze graag snel weer terugzien. Echt twee, ook prospects in die lightweight divisie. Die lightweight divisie die sowieso echt gewoon zo diep is. Echt gewoon booming. Er lopen alleen maar killers hier rond. En gewoon weer 2 nieuwe killers erbij. Ja, fantastische partij inderdaad. Fantastische prestatie ook van de volgende man die we gaan bespreken. Joakim Buckley tegen Albert Duraev. En als je Buckley zegt, dan zeg je natuurlijk ja, nog steeds die geweldige rare spinning kick toen tegen, hoe heet die? Marcel? Isamba Kasangana. Ja, Kasanga, dankjewel. Niet zo goed in deze naam. Maar dan denk je aan hem. Maar wat blijkt, hij is ook veel zakelijker gaan vechten. Is gewoon heel gefocust. Is niet meer, hij probeerde hem nog één keer. Maar voor de rest was hij gewoon super focus, hield zich aan het gameplan en met stoten, met opstoten, met knieën, met hoge trappen, met low kicks, liet hij Duraev werkelijk alle hoeken van de octagon zien. Na de tweede ronde zei Duraev volgens mij, de dokter stopte het. Volgens mij zei Duraev zelf een beetje nomas. Ik kreeg echt, oog zat goed dicht. Ja, hij kneep een oogje toe. Ja, letterlijk, ja. Ja, ja. Wat was jouw gevoel bij deze wedstrijd? De dokter stopte het, maar lichaamstaal zegt mij altijd heel veel. Ja, het was ook goed. Die partij was klaar. Hij werd gewoon in elkaar geslagen. Ja. En dat was klaar. Wat kreeg hij nou? Was het een stoot, toch? Een hoog trap. Hij kreeg dus volgens mij een opstoot. Kwak, en daar ging hij op. Ging zijn oog op dicht. Ja, toen was het klaar. Volgens mij zei hij van, I can't see. Ik lichaamstaal zegt een heleboel. Ja. Want ik ben even vergeten wie het was. Maar zo helpt me. Een tijdje geleden hadden we een vechter wiens oog ook helemaal dicht zat. Die probeerde. Die vingers ook kreeg. Zag de dokter 4 vingers of zei die 2. Ja, 3. Die zag allemaal niks meer. Ja. Maar die wilde doorvechten. Juist. En hij gaf zelf eigenlijk gewoon op, had ik het idee. Marcel, wie was dat ook weer? Ja, goede vraag. Ik kan me wel herinneren, maar ik weet niet meer wie. Nee, nou maakt niet uit. Maar ja, Buckley zag goed uit, toch? Ja, zeker. Al niet verwacht eerlijk gezegd. Dus hij heeft het heel goed gedaan.
eigenlijk gewoon alle rondes, of de twee rondes wat gevochten waren, was hij beter. Landde veel meer. Een goede overwinning. Duraev eigenlijk niets kunnen doen. Nee, stopte eigenlijk. Die stopte de shoots ook allemaal goed. Ja, en de eerste partij van Duraev was niet heel goed in de UFC. Tegen Kopilov. Die won hij dan wel, maar deze was gewoon, laat ik het zo zeggen, dit was onder zijn niveau dan wat ik hem heb zien vechten in Rusland. Hij heeft op een gegeven moment 3 jaar niet gevochten. Maar ik heb ook het idee dat hij daar behoorlijk veel, kwaliteit mee heeft ingeleverd om die 3 jaar niet te vechten. Want ik vond het niet goed. En Buckley heeft gewoon goed gedaan. En ik zou, mijn co-host in een andere podcast zei, laten we kunnen niet Buckley tegen Gregory Rodriguez doen. Lijkt mij een hele goede partij. Lijkt mij een hele leuke partij. Ja, nou bedankt dat je deze vast van ons inkopt inderdaad qua matchmaker. Hoeven we daar straks niet meer over door te praten. Maar deze Buckley wil ik wel vaker zien. Want hij had ook een beetje het wisselvallige. Hij kon heel spectaculair zijn, maar hij kon het ook niet thuisgeven. En nu was hij gefocust, completer dan ooit. En deze Buckley zie ik wel veel toekomst in die middleweight divisie. Die natuurlijk ook steeds meer talent erbij krijgen nu. Geweldig partij en voor veel mensen die waren toch ook blij dat Duraev verloor met het hele verhaal dat hij met katten liep te smijten. Niet zo'n heel vriendelijk mens schijnt te zijn, maar ik ken hem niet persoonlijk, dus dat is van horen zeggen, dus daar kan ik verder niet over oordelen. Maar veel mensen waren blij in ieder geval dat Duraev hier een pak op zijn broek kreeg van Joaquin Buckley. Dus geweldige overwinning van hem. Dan komen we bij de partij die per ongeluk een beetje te komen en die vent werd. Oh, en jij begint dan met je hoofd te schudden. Waarom? Ja, omdat Kevin gewoon een lul is. Waarom? Want tweede ronde had hem al kou. Hij hoefde alleen nog maar één klein tikkie te geven. Hij dacht dat ik ga voor een submission. Ja. Ja, dat zat ik niet gegokt. Ik had niet iets anders gegokt. Er waren 6 punten geweest. Ja. En dan heb ik maar 1. Ja. Slapper. Dus daardoor. Ja. Sorry. Ja. Toch iets te klagen hebben. Dat klopt helemaal. Nee, hij was een ouderwets aan het lullen. Hij was ouderwets aan het lullen, maar wat ik wel vond, hij was wel serieuzer. Hij was meer gefocust en ik weet niet of het met te maken heeft. Kijk, hij vocht voorheen in die middleweight divisie en daar hoefde hij geen weight te kutten. Dan werd hij gewoon wakker en dan ging hij op de weegschaal staan en dan was hij 184 pond of zo. Weet je, was hij nog steeds onder het gewicht. Nu moet hij wel te weten en dan moet hij wat serieuzer zijn, want dan moet hij een paar pondjes, misschien niet al te veel, maar een paar pondjes naar beneden. En dat maakt hem volgens mij dat hij wat meer gefocust is. Dat hij serieuzer is, dat hij het allemaal wat serieuzer neemt en dat zie je terug in zijn wedstrijden. Plus het feit, wat wij al vanaf dag 1 roepen in deze podcast, hij moet op welterweight, dat past wel meer bij hem. Want hij komt gewoon kracht en formaat tekort tegen al dat grote jongens als Vettori en Brunson, et cetera. Op middleweight, welterweight is zijn huis. Dat heeft hij nu 2 partijen op rij bewezen tegen bekende veteranen. Eerst tegen Cowboy Oliveira, nu tegen Tim Means. En hij gaf hem gewoon echt klappen al vanaf de opening bell eigenlijk. En in de tweede ronde maakt hij het fantastisch af. En Kevin Holland hoort toch in die welterweight divisie, Marzo? Ja, overduidelijk, denk ik. Voorgoed. Eerste ronde had hij al op zijn naam. Maar je zag ook dat Tim Means, als hij iets had willen doen, had hij hem eigenlijk toch, denk ik, naar de grond moeten halen. Want op staand was Kevin Holland gewoon beter. Ja. En klinkt misschien vreemd, ik zeg naar de grond halen. Maar ja, Tim Means was gewoon aangeslagen, weet je. En hij ging voor die shoot, voor die takedown. Ja, en toen had Holland zoiets van, we pakken die submission. Hij is aangeslagen. Hij had hem ook meteen goed zitten. Wat is dat, een dars was dat. Dus perfect, weet je. En voor Holland, ik ben benieuwd wat next voor Holland is. Of ze nu in de top 15 nu gaan geven, ik denk het wel. En voor Means. Ja, Means kon gewoon niet mee met Kevin Holland's striking. En dat ook eigenlijk ook wel verwacht. Means wordt ook ouder, weet je. Ja. En maar ja, wel super taai weer aan Means, zoals altijd. Super taai, ja. Het is wel echt een oude strijder wat dat betreft. Dus wat dat betreft een goede overwinning voor Holland. En hij zag inderdaad ook zijn striking, maakte goed gebruik van zijn range. Hij heeft ook enorme lange ledematen. Ik geloof ook het reachverschil was echt iets van 15 centimeter of zo. Dus die twee echt enorm. En dan maakte dat buitenin goed uit. En komt in dat postfight interview komt dan de Kevin Holland weer doorschijnen, zoals we kennen, vol bravoure en praatjes. Vecht ook in zijn thuisstaat in Texas en krijgt dan teksten als van, ik kan iedereen in de hele wereld submitten. Is dat zo, denk je? Nee, maar het is wel leuk als hij dit zegt. Ik heb trouwens het postingen niet geluisterd, maar nee, daar geloof ik helemaal niks van. Nee. Heb je iets vragen trouwens?
Ik wil iets vragen over Kevin Holland. Geloof jullie die verhalen allemaal van hem met zijn, hoe noem je dat, dat hij zomaar iemand tegenkomt die een andere ding besteelt of zo, dat hij daar achteraan gaat? Het is wel typisch dat het iedere keer is als hij moet vechten, man, een paar uurtjes van tevoren. Is het echt of is het stage? Wat denken jullie? Ja, nou, had hij niet weer iets geks na de wedstrijd? Voor de wedstrijd, daarom vraag ik het ook. Ja, nou ja, ik heb hem vooraf geïnterviewd tijdens de wekelijkse persdinges via Zoom. En normaal is hij altijd heel vol bravoure, breedsprakig. Maar toen merkte ik al dat hij een beetje kribby was, een beetje knorrig. Want hij moest ook misschien letterlijk knorrig, omdat hij moest afvallen. Dus hij wilde allemaal niet over praten. En ik vroeg hem daar natuurlijk wel naar. Maar hij zei, nee, ik wil het alleen maar vechten hebben. Ik wil wel vechten. Toen zei ik tegen hem van, wat ik wil weten... Weet je, jij ontwapent iemand in een restaurant die het vuur opent. Je hebt een auto die verstopt. Je hebt iemand uit een brandend wrak gered. Weet ik wel. En nog wat. Hij hebt allemaal dingen. Zeg, hoe komt het dat je al die dingen meemaakt? Dat je altijd op die plek bent waar dat soort dingen gebeuren. Weet je, ik ben 2 keer zo oud. Ik heb niet 1 van dat soort dingen ooit meegemaakt in mijn leven. Weet je, en hij maakt in een maand tijd maakt hij 4 van dat soort dingen mee. Toen dacht ik al. Maar daar wilde je helemaal niet over praten. Dus ja, om antwoord op jouw vraag te geven, Marcel, is dat misschien al een beetje antwoord. Mm-hmm. Ik weet het niet. Ik vind het verdacht, op zijn minst. Ja, ja. Ik wist niet eens dat hij zoveel dingen had gedaan. Ja. Ja, hij noemt zichzelf ook, Clint Kark. Hè? Want zijn vriendin had tegen hem gezegd: als hij zijn bril op heeft, dan is hij heel. Braaf. En als je bril afdoet, dan wordt hij een soort van de bad guy. Dan doet hij allemaal hot shit. Dus het is omgekeerde Clark Kent. Ik probeer al op een dag 2 keer groen achter elkaar te krijgen op stoplicht. Bij stoplicht. Ja. Ja, ja. Nee, dus om antwoord op jouw vraag te geven, Marcel. Ik vind het verdacht, op zijn minst. Ja, ik ook. Laat ik het daarop houden. Maar goed, wel een geweldige overwinning van hem. En... ik denk dat Kevin Holland, als hij deze focus houdt en zich zo blijft ontwikkelen, dat hij echt voor, nou ja, misschien niet de Usman en de Covington en de Belals, weet je, de goede, echte goede worstelaars, want daar komt hij toch nog wel het een en ander tekort. Maar voor iedereen in die divisie daar wel voor problemen kan zorgen, eigenlijk. Dus ik ben benieuwd en ik verheug me op zijn run in deze welterweight divisie, waar hij nog genoeg goede tegenstanders heeft. Daar gaan we het straks wel even hebben. Maar we gaan het ook eerst hebben over de main event. Het was de partij, de headliner van de kaart, waar we allemaal naar uitkeken van tevoren. Calvin Kattar, die zagen we in de eerste show van het jaar tegen Giga Chikadze, toen hij na een jaar terugkeerde naar het geweldige pak rammel wat hij toen kreeg van Max Holloway. En toen werd hij van de spijker, werd hij de hamer. Gaf hij Chikadze een geweldig pak rammel. Dus we hadden allemaal van, nou, bam! Kattar heeft zichzelf uitgevonden. Komt tegen Emmet, die eigenlijk maar 1 ding kan, maar dat wel heel goed kan. Dat is geweldig hard slaan met die rechtercross. En het was een hele leuke, close, spannende wedstrijd. Met, als je het mij vraagt, de verkeerde winnaar aan het einde. Wat denk jij? Weet ik niet. Ik denk wel dat Jos gewonnen had. Maar na al het geweld daarvoor, was deze toch een beetje. Ik vond dat Kattar te weinig deed. Ja, ik vond ook dat hij niet genoeg de tacker overhaalde. Maar ik vond wel, hij wat scoorde wat hij heel goed kan met die jab. Hè. Hij was natuurlijk de langere vechter. Hij scoorde al veel van met die jab. Mixte hem af en toe goed. Met die elleboog, ik werd er wel knettergek van, want die Emmet zat ook heel zwaar op dat linkerbeen, omdat hij op die rechter overhand loert, waar die low kicks bleven, waar hij het hele been kapot moeten trappen. Dat deed hij niet, hij heeft gewoon 1 trap gegeven, het hele gevecht of zoiets dergelijks. Maar ik vond dat hij meer deed dan Emmet. Emmet landde wel de harde shots, maar landde niet echt clean. Veel te dekking, en die waren wel hard, want dan zag je Kattar wel 2 meter achteruit vliegen tegen de kooi. Maar er kwam weinig echt door. En voor mij, als je ze achteraf ook zag, de 2 gezichten, sprak wat mij betreft boekdelen, want Josh Emmet zag eruit alsof hij lijn 10 s'nachts was tegengekomen tegen zijn voorhoofd. En Kattar zag er nog redelijk ongezonde uit. Dus dat zei voor mij al veel. Marcel, ik weet nogmaals, we gaan het weer over de juryleden hebben. Ik weet niet of je problemen hebt met de uitslag, maar ik kan me voorstellen dat je met sommige van die juryuitslagen wel een probleem hebt. Eerste uitslag waar ik echt een probleem mee had, was die 30-27 van Ismagulov, wat ik niet terecht, weet je. Maar deze hier,
Ja, joh, ik had zelf 48-47 voor Calvin Kattar. En dan had ik hem de tweede, de vierde en de vijfde ronde gegeven. Ja. Maar ik kon zien dat een judge het 1-2-3 Emmett gaf. Dus ja. Ik had geen probleem met de uitslag. Ja. En eigenlijk was Kattar die wat er met de uitslag. Ik zeg gewoon. Nee, het was ook heel close. En ik had ook, wat jij zegt, geen probleem mee als iemand 1, 2, 3 aan Emmett gaf. Dat had gekund. Ik had persoonlijk inderdaad minimaal een van die rondes aan Kattar gegeven. Maar het was zo close. Het can go either way. Waar ik wel problemen heb, was één jurylid. En ik ben even vergeten wie dat was. Die had de vierde ronde aan Emmett gegeven. En dat was de meest dominante ronde van Kattar. Waarin hij met die ellebogen, dat hij hem liet wankelen. Kwam de god door met de knie. Dat was zijn meest dominante ronde. En hoe je die aan Emmett kan geven, dat is mij echt gewoon een raadsel. Toch? Ja, maar ja, dat was Chris Lee. En Chris Lee zit wel vaker ernaast. Ja. Dus ik was er niet... dat sloeg nergens op, man. Maar ja, als je ook kijkt, volgens mij, hoe noem je dat? Als je ging tellen per ronde wat de juryleden hadden, dan had je wel bijvoorbeeld dat Kattar meer een deel had, volgens mij. Maar hij had gewoon pech dat... als die Chris Lee gewoon normaal die vierde ronde aan Kattar geeft, dan wint Kattar gewoon. Dan wint hij hem, ja. ja. Zo dun is het dus. En dat betekent wel of niet de helft van je gage. Het betekent wel of niet nu next in line misschien voor de title shot. Dus ik heb ook niet echt problemen met de uitslag. Ik neig iets meer naar Kattar, maar ik kan prima leven met Emmett. Gezien het beloop van de wedstrijd. Maar dan wel de manier waarop gescoord werd. Mm-hmm, dat is gewoon kwalijk. En dat is gewoon te... Het beïnvloedt gewoon te veel het verdere verloop van beide mannen hun carrière. En, maar goed, Josh Emmett is natuurlijk een sympathieke vent. En die heeft natuurlijk een enorme geschiedenis aan blessures en ellende wat hem overkomen is allemaal. En dat hij op zijn 37e nu nog een keer misschien in de buurt komt van een title shot, gunnen we hem natuurlijk van harte. Maar ik heb wel te doen met Calvin Kattar in deze. Die natuurlijk toch een stapje terug moet doen nu. En toch een beetje dat winnen, verliezen blijft houden. Nooit echt een dominante winststreek krijgt. En dat vind ik jammer voor hem. Ja, maar dan moeten ze mij nog uitslaan. Dat is ook waar. Ja, kan ik niks tegen inbrengen. Over knock-outs slaan gesproken. Voor de tweede week op rij gingen de performance op de night bonus gingen alle finishes. En, er waren er veel. Ja, er waren er veel. Er waren er 9 uit mijn hoofd, zeg ik dat goed, Marcel? Ja, 9 stuks. Ja, 9 finishes. Dus die kregen allemaal $50.000 dollar. En ook Kattar en Emmett kregen allebei $50.000 extra, want zij werden de Fight of Night. En niet zoals jullie liever hadden gezien, Ismagulov tegen Kutatlatsen. Dus dat is een kleine pleister op de wonden voor Kattar. Dat hij in ieder geval, hij mist zijn winbonus, maar hij krijgt in ieder geval de performance of the night bonus. Dat is dan in ieder geval nog wat. Met al een geweldige avond. En we zeiden het vorige week al. Ze moeten dat gewoon altijd doen. Gewoon geven gewoon alle finishers die bonus. Ja, vind ik ook. Toch? Dan gaan ze juist wel harder. Precies. Vechten. Ja. Ja, dan weet je, dan doe je het ook ergens voor. Dan ben je bereid ook om wat meer risico te nemen. Want dan kan het je gewoon 50.000 opleveren. Bam. Hartstikke idee. Goed. Matchmaker, laten we dat eens gaan doen. We hadden net al een hele goede voorzet van jou, Marcel, met Buckley tegen Rodriguez. Daar ben ik het helemaal mee eens. Die kunnen we dan verder buiten beschouwing laten. Even kijken. Emmett, wat zullen we daarmee doen? Ja, Emmett, die zelf zei hij van, ja, ik wil wel voor de titel. Ik ga straks naast die kooi zitten als Volkanovski en Holloway tegen elkaar vechten. Ik denk eerlijk gezegd niet dat hij daarvoor in aanmerking komt. We hebben ook nog Ortega en Rodriguez natuurlijk, die daar binnenkort tegen elkaar gaan vechten. En naar verwachting zal de volgende uitdager voor de titel uit die partij kunnen komen. Wat zie jij het liefst voor Emmett, Marcel? Ik zou zeggen misschien de verliezer van Volkanovski tegen Holloway. Ja, leuk. Ja, dat is volgens mij ook een nieuwe matchup, hè, dan either way. Mm-hmm. Ja, goede suggestie. Korean Zombie zat ik nog aan te denken ook. Mocht die nog in de mix zijn, maar dat is volgens mij nog steeds niet helemaal duidelijk. Gilbert, jij nog wat in de melk te brokkelen? Nee, ik zou ook te denken naar Korean Zombie. Ja, dat zou heel leuk zijn. En de rest is besproken, toch? Ja, ja. En dan Calvin Kattar. Ja, die gaat die zal een klein stapje terug moeten doen. Ik zat voor Kattar te denken van het zou leuk zijn. Arnold Allen. Ja, ik wist dat je dat gezien. Ja, dat is een nieuwe matchup daar in die top 10. Die staat nu zesde. Leuke wedstrijd ook. Die kwam natuurlijk van die geweldige KO in Londen. Ik zei, why not? Easy peasy. Easy peasy, maar zo kan je daarin vinden.
Ja, sluit me bij aan. Vind ik een goede matchup. Ja, daar ben ik blij dat we allemaal op één lijn zitten. Ja, Buckley hadden we het over gehad. Kevin Holland, wat zullen we daar, daar mee doen? Kevin Holland staat hier al in de dingen. Nee. Ik zat te denken aan een Sean Brady of een Dan Rodriguez, zo iemand in die range. Randy Brown zag ik veel voorbij komen, suggesties online, maar... Nou, ja, ik weet alleen de mensen in de top, wat is het, 15? Ja. Shafkat? Ja, Shafkat vecht zaterdag. En Shafkat die is... Michael Pereira, die heeft net gevochten, toch? Michel Pereira zou een leuke wedstrijd zijn, ja, dat zou ik inderdaad ook wel eens zien. Marcel, heb jij een voorkeur voor Holland? Vallen van Ponzinibbio te denken. Dus lijkt me ook wel leuk. Ja, Ponzinibbio, Pereira zit ook een beetje in dezelfde soort stijl ook. Ja, leuk. Elkaar. Ja, ja. Dat is genoeg leuke wedstrijden. Ik zou Kevin Holland tegen iedereen reken ik goed. Want die welterweight divisie lopen ook genoeg leuke vechters in zeg maar net buiten die top 15. Of een laag in de top 15. Dus let's do it. Buckley en Rodriguez hadden we het al over gehad. Adrian Yanez zou ik graag nog wel willen koppelen aan iemand. Die kwam natuurlijk geweldig met die overwinning op Tony Kelly afgelopen zaterdag. Willen we hem in de top 15 zien? Ja, nee, Marcel. Wat denk jij voor Yanez? Net als ik 100, op die hype 100%. Train. Ja. 100%. Ik zou, hij vroeg zelf om O'Malley, maar dat gaat de UFC niet doen. Asunção, neem een goede partij. Die staat 15e, dus... Ja, dat zou heel leuk zijn. Ja, Sean O'Malley zou een leuke pot zijn. Ricky Simone zat ik ook nog aan te denken. Maar Sean O'Malley gaat dat niet doen. Want die zit op een heel ander traject nu natuurlijk op dit moment. Maar ja Asusau zou leuk zijn inderdaad. Hadden we dan nog suggesties van onze gewaardeerde kijkbuis en luistervrienden? Jan van der Bos, die heeft het over Horst tegen Dolice. Ja, waarom niet? Kan ik hem wel vinden. Even kijken. Nou, verder geen suggesties. Oké, nou dank jullie wel allemaal daarvoor weer. Laten we het over de vragen gaan hebben. Maurits Schol kwam tot ons. Wat vonden jullie van Errol Zimmermans debuut bij KSW tegen Marcin Rosalski? Ja, ik moet je heel eerlijk zeggen, ik weet dat het plaats heeft gevonden. Ik weet dat Zimmerman heeft gewonnen in de tweede ronde na 5 knockdowns. Ik zag het. Maar ik heb er verder niet heel veel van gezien. Heb jij het gezien? Ik heb het gezien. Ja, echt? En ja, hij, ja, ze had gezegd dat hij, zou hij ook weer doen. Hij zou de snelste KO houden. Hij zou hem verpletteren. Hij zou hem eruit slaan. En de KO was 16 seconden of zo. Maar nee, volgens mij kreeg hij de eerste 8 tellen. Omdat hij eigenlijk gewoon viel. Maar ik vond het eigenlijk slordig. Het was niet dat ik dacht van hij slaat hem nu echt in elkaar. Nee. Martin deed het toch iets beter dan ik had verwacht. Ja. Ja, ik heb echt de Formule 1 aan de kant moeten zetten om dat te kijken. De kwalificaties van de Formule 1. Maar ik was niet impressed. Nee. Weet je? Ik had eigenlijk gedacht dat hij de eerste ronde eruit zou rammelen. Ja. Nou, ter zijn verdediging, hij heeft die wedstrijd echt op een paar dagen een nootje aangenomen als invaller. Hè. Hij was wel een soort van in training, maar niet in wedstrijdvoorbereiding. In een mixed rules bite, met kleine handschoentjes, misschien allemaal een beetje onwennig. Ik vind het meest positief verhaal van allemaal dat hij gewonnen heeft. Mm-hmm. Zimmerman is voor mij toch nog een van de grootste what-ifs van de kickboksen zwaargewicht divisie. Hij heeft natuurlijk een geweldige run gehad. En hij is nog altijd maar 36. Hè? Daar sta ik dan van te kijken, want hij loopt al gigantisch lang mee. Natuurlijk in de K1 ook nog tegen Schild en tegen Wiewe, tegen Badder en noem allemaal opgestaan, tegen Remy. En de laatste jaren is zijn carrière echt als een nachtkaars uitgegaan. Mm-hmm. En hij is natuurlijk... Ja, zware knieblessure gehad, zijn kniebanden geloof ik, of zijn kruisbanden gescheurd, waar een hele tijd eruit is geweest. En Errol weten we allemaal van, die houdt van lekker eten en af en toe wat minder hard trainen. Daar had hij toen in ieder geval de naam van en nu traint hij wel weer hard. Maar hij kreeg de sleutel niet meer, hij kreeg het contact niet meer omgedraaid, ja, als het ware. Dus de motor stond stil en verloor op een gegeven moment van mindere goden, weet je wel. En terwijl, ik zei altijd over Errol Zimmermann, als hij dezelfde werkethiek had gehad als Rico Verhoeven,
dan had hij 15 jaar lang was hij ontslagen geweest. Dan had hij iedereen gewoon in elkaar geslagen. Want de man heeft ongelofelijke kracht en talent. Alleen heeft het toch een klein beetje verkwanseld, laat ik het zo zeggen. Dus het feit dat hij gewoon überhaupt weer in een wedstrijdsituatie is en wint bij een grote organisatie als KSW. Okay. Ik denk puur winst. Vind ik mooi. Ja, en ik gun het Errol Zimmerman nog een paar jaar. Paar mooie jaren. Ik geloof dat hij in oktober in Turkije tegen Čepanek, die ook bij Glory heeft gevochten, een wedstrijd heeft staan. Dus shout-out naar Errol. Ik hoop dat je nog een paar mooie wedstrijden hebt in je carrière. Je hebt toch een illustere loopbaan gehad. Niet alles eruit gehaald, maar wel gun ik jou nog een mooi slot, laat ik het zo zeggen. Dennis. Ja. Als interview nog gezien bij KSW van Overeem? Nee, heb ik niet gezien. Oké, ja, we werd dus gevraagd van wat ga je nu doen? Hij zei, ja, ik ga eerst bij Glory vechten. Hij zei, ga eerst tegen Badder. Die ga ik winnen en dan ga ik tegen Rico voor de titel, zei hij. En als dat gebeurd is, dan wil hij nog een MMA-partij doen. En hij zat erover na te denken om dat misschien bij KSW te doen. Tuurlijk. Volgens hem was dat de grootste organisatie in Europa, zei hij. En dat zou hij nog wel zien zitten, dus... Ja, dat had hij door. Oké, ja. Nou, niet zo heel verrassend. Dat is natuurlijk bekend. Hij heeft in zijn Glory-contract ook staan dat hij MMA mag doen. Dus hij heeft nooit een geheim van gemaakt dat hij dat nog steeds wel een keertje zou willen doen aan een andere organisatie. En het is nog steeds gewoon een grote naam. Dus, maar eerst maar eens van Badden winnen. Laat ik daarmee beginnen. Erwin Spencer Fuckman. Ik denk dat Rodriguez misschien wel gevaarlijker is voor Adesanya dan Pereira. Zijn we het daarmee eens? Is Rodriguez weer. Oh, die... Rodriguez, die we zaterdag dus... Van, Robocop, ja. Ja, van dingen, ja. Ja. Weet ik nog niet. Dat denk ik... Weet ik niet. Denk ik niet. Nee. Ik denk dat er toch een lengteverschil zit. En ik denk dat Rodriguez niet bij Alessandra komt. Nee. Nou ja, wat Erwin hier denk ik bedoelt... is dat Rodriguez natuurlijk op de grond echt een fenomeen is. Heel goed is. En daar een gevaar kan... vormen voor Adesanya. Het probleem is alleen, Adesanya heeft behoorlijk goede takedown defense. En styles make fights. Hè. En Pereira heeft natuurlijk al twee keer van Adesanya gewonnen. Met kickboksen weliswaar, natuurlijk niet hetzelfde als MMA. Maar heeft misschien wel die kryptonite voor Adesanya. En qua striking legt Rodriguez het 100% af tegen Adesanya. Is hij daar gewoon de mindere. Dus, maar op de grond... Ja, maar er zijn zoveel... Ja, alleen Jan had het, kreeg het voor elkaar. Maar er zijn toch weer goede grondvechters geweest. Die kwamen gewoon niet in zijn buurt. Ja, maar Jan was ook twee maten groter. Ja. Die ging gewoon op hem liggen als een Poolse beer. Ja. Ja. Nee, ik ben het niet met je eens, Erwin. Maar Rodriguez is zeker een prospect, dat wel. Dandy B.J. vraagt, waarom was Janes zo in zijn feelings? Ik heb het even gemist. Ja, hij was behoorlijk uitgesproken tegen Tony Kelly. En maakte ook de Tony Kelly move, de double bird na afloop. En dat had alles te maken met de laatste wedstrijd van Envia Lee. Dat is de vriendin van Tony Kelly. En Tony Kelly stond toen in de hoek. En toen maakte hij wat minder vlijende opmerkingen over Brazilianen. Tussen de rondes door. En dat was op camera. Dat was voor iedereen thuis in de huiskamer te horen. En dat wekte natuurlijk heel veel woede bij veel Braziliaanse vechters. Janes is weliswaar geen Braziliaan. Maar is een soort van ereburger van Brazilië geworden. Gilbert Burns had een tweet gestuurd. Zo van, nou, als je die gozer kop eraf slaat, stuur ik je wat extra geld toe. Dus dat was het verhaal. Dat Janes, het was vrij uitgesproken tegen Tony Kelly. Vandaar. Hij had zijn gewicht gemist, Tony Kelly. En hij had ook nog zijn gewicht gemist, ja. Dus dat speelde ook allemaal een rol, inderdaad. Kjell Broos, welke KO vonden jullie het mooiste? Nou, dat was natuurlijk die van Ramos, hè? Hadden we het over. Elboog, ja. En wat is jullie echte droom MMA-wedstrijd? Als je twee vechters mag... Heb jij een wedstrijd van, nou, die zou ik echt willen zien? Hoe heet die nou? Mijn computer heeft een touchscreen. weet je nou? Alexander Volkanovski, die dan tegen Charles Oliveira gaat vechten. Op lightweight. Oeh, dat zou ik wel willen spicy. Zien. Spicy. Ja. Ja. Ja, 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 die omhoog gaat. Ik zou dat wel willen zien. Ja. Helemaal dat die werkt heel hard. Ja. Ja. Die zou ik graag willen zien. Daar ben ik ook wel voor. Marcel, heb jij een droom met je? Ja, die had ik. Maar die is voorgoed gecanceld afgelopen week. Dat was Max Holloway tegen Zabit. Ja.
En ja. Ja, die gaan we dus nooit meer zien, want Sabit is gestopt, hè, officieel. Dus, ja. Ja, zonde. Ja, inderdaad. Deze week was er ook eigenlijk al sprake van hem, want hij had wat gezondheidsissues geweest. En hij is volgens mij mentaal voelt hij zich niet meer in de goede plek om te vechten. Hij is met een medische opleiding bezig, weet ik. Mm-hmm. Ja. Ja. Ja, zonde. Even over what-ifs gesproken. Dat is misschien wel de grootste what-if van die featherweight divisie, inderdaad. Ja. Zonde, die gaan we nooit zien. Ja, ik zei Holloway tegen AJ McKee staat bij mij hoog op mijn lijstje. Sofian 8467 vraagt: welke vechter is het meest mentaalst? Ik denk dat je daarmee bedoelt wie is het mentaal sterkst? Nee, ja, Charles Oliveira vind ik super sterk daar zo. Dat ik echt natuurlijk een paar beuken om zijn oren en blijf gewoon door. Helemaal toen tegen wie vocht toen? Tegen Michael Chandler. Met die eerste ronde neergeslagen toch? Ja. De tweede ronde kwam hij terug alsof helemaal niks gebeurd was. Tegen Chandler werd hij bijna gefinished in de eerste ronde. Ja. Zelfs, ja. Tegen Gaethje ging hij ook neer in de eerste ronde. En Volkanovski ook. Volkanovski is mentaal denk ik echt... Ja. Oersterk, ja. Ik denk dat die bij mij ook op mijn lijst staat. Oesman ook, die natuurlijk gewoon al jaren onverstombaar daar in die welterweight divisie aan het huishouden is. Ja, er zijn er wel een aantal. Marcel, heb jij er nog een toevoeging bij? Ja, ik wilde Oesman zeggen met die APL voor mijn neus weggekaapt. Ja. Er zijn er voldoende, maar je moet echt inderdaad vooral naar de kampioenen kijken die al lang aan de top zitten op dit moment. Ja, dat denk ik inderdaad. Dat je op die drie komt, wat mij betreft ook. Ja, ja. Ja, en Valentina. Ja, Valentina. Ja. Maar ik denk ook aan een Jose Aldo voor bijvoorbeeld, die al, ik weet niet hoe lang, al meedraait in de top en daar nog steeds gewoon, weet je wel, blijft en een rol van betekenis speelt. En iedereen die in deze sport langere tijd een top mee kan draaien, die is mentaal gewoon sterk. Want anders hou je dat niet vol. Dat is gewoon een feit. Brian 196666. Een 9 voor deze kaart. Nou, dan zitten we op dezelfde lijn. Marcel, wie heeft de meeste kans om TUF te winnen? De Ultimate Fighter te winnen, man of vrouw? Jesus. Dan zou ik... misschien voor Pauga gaan, maar durf het niet eens met 100% zekerheid te zeggen. Ik zal heel eerlijk zeggen, ik vind deze TUF nog niet heel geweldig, hoor, wat ik nu toe gezien heb. Eén partij vond ik wel redelijk. En bij de vrouwen... ik heb eigenlijk bij die vrouwen, ik kan eens voor mijn tas op. Weet je, durf ik echt niet te zeggen. Bij de mannen Pauga zou ik kiezen als ik moet kiezen. Maar... Ja. Bij die vrouw. Maar heel veel zullen Mohamed Oesman zeggen. Maar eigenlijk vind Mohamed Oesman helemaal niet heel erg fantastisch als ik hier leren ben. Dus, ja, ik moet je het antwoord schuldig blijven. Ik heb de eerste twee afleveringen gezien, toen ben ik afgehakt. En ik heb verder niet echt naar gekeken. Dus ik ben nog wel van plan om dat te gaan inhalen. Maar ik ben nog heel veel dingen van plan, dus wie zegt wat er gaat gebeuren. Misschien ga ik het wel nooit doen. Jordan 2.024. Vonden jullie het jammer dat Cowboy versus Joe... gecanceld werd. Ja, dat vonden we jammer. En doe de groeten aan Gilbert. Dus bij deze. Terug. Groeten van Jordan. Groeten terug, Jordan, bij deze. Bilal _ 2064 vraagt zich af, had de overeem van 2008 en Ngannou van nu verslagen? Nou, 2008, dat was natuurlijk nog Uberim. Dat was natuurlijk nog op zijn grootst. Ja, weet het niet. Ja, wat is grote weg? Ga je er niet beter van vechten? Nee, maar toen kijk, zijn debuut was die, later dan dat, maar het was tegen Brock Lesnar in de UFC natuurlijk. En Brock Lesnar was natuurlijk al een unit van een mens. Ja, maar die kon niet boksen. Die kon niet vechten, maar die nou ja, ik weet het niet. Ja, dat weten we niet. Dus, had die overeem van toen die opstoot weggegeven? Dat is de vraag, ja. Dat is de vraag. Overeem toen misschien... wat meer power. Is later is hij wat behoudender gaan vechten. In het begin was hij natuurlijk wat agressiever in zijn vechtstijl. Later is hij wat aangepast, behouden gevecht. Ik denk dat over hem van toen hem waarschijnlijk wel had gewonnen. Ja. En had hem waarschijnlijk gewoon dwars doorheen gegaan, naar de grond getrokken. En denk ik wel. Okay. Bij deze Bilal, die antwoord op je vraag. Mo Issa, sluiterij. En Mo Issa... zeg, ik heb genoten. Jullie ook? Ja, wij ook. 9 finish bonussen door Uncle Dana.
Ja, dat klopt. Ik weet niet waar de vraag is, maar dat klopt helemaal. Oh, er zijn nog meer vragen. Ja, ik zit te kijken. Ja, die heb ik. We gaan gewoon door, jongens. Jan van den Bos, daar ben ik helemaal in de war. Die beginnen we natuurlijk mee, onze OG-vraag stellen. Staat nu midden in de rij. Dat is mijn fout, sorry. En die heb ik niet... wat een kaart, zegt Jan. Ik ging uit van een kast vol decisions, maar het werd een kaart vol chaos. Die Oliveira is een badass. Dat bedoelt die Oliveira, de damesversie, niet Charles Oliveira. Die vocht vandaag op de prelim zaterdag. Wat vindt Hurricane Ivel ervan als een fight door een dicht oog, Duraev, door de ref wordt gestopt? Ik neem aan dat jij gewoon door wilde. Daar hadden we het net ook al over. Het ligt aan de vechter. Want jij gaf een voorbeeld van die jongen die zijn vinger bijna door zijn ogen heen werd gestoken. En die ook gewoon door wou vechten. Als je door wilt, wil je altijd. Als je vechten wilt, wil je gewoon door. Weet je, laat je een klein blauw oogje, laat je niet tegenhouden. Maar hij gaf zelf eigenlijk al aan van uit Chinix. Dus hij was zelf al een beetje klaar mee. Ja, hij checkte dus, er al uit. Nee, als je gewoon door kan knokken, dan vecht je toch gewoon door. Ja. Daarvoor sta je in de ring of in de kooi. Ja, ja, en daarom zit ik hier. Benjamin, via Twitter zijn jullie het er ook mee eens dat dit tot nu toe misschien wel de beste kaart van het jaar is geweest. Ja, Marcel is het wel met jou eens. Ik denk nog steeds Londen, maar het is close. Het is daar wel bovenaan. Nu echt een slot, de laatste. Reageer meneer via Twitter, aangezien ik verwacht dat er al een hoop vragen zijn. Over deze kaart heb ik er eentje over de volgende. Shafkat vecht namelijk deze zaterdag tegen Magny. Hij is een veelbelovende vechter. Ik vraag me af hoe jullie een potentieel gevecht zien tussen hem en Chimaev. Interessant. Ja, die hebben natuurlijk een dingetje gehad online. Hè? Die Chimaev had een keer wat over lelijks over hem gezegd. En had Kamzat weer op gereageerd. Dat de twee top prospects in die welterweight divisie. Ik heb Shafkat ook heel hoog zitten, hoor. Kamzat Chimaev is het toch? Ja. Oh, hij. Oké, dus... Ja. Marcel, Hamzat tegen Shafkat, wat denk je? Dat rijmt wel. een hele interessante partij zou dat zijn, denk ik. Ik ben ook voorstander van Shafkat. Ik vind Hamzat ook heel goed. Dus moeilijk, man. Je zag met Kamzat tegen Burns vorige keer, dat hij naarmate de ronde vorderde, werd hij menselijk, zeg maar, weet je. En moet ik ook nog wel even bij Shafkat zien. Shafkat heeft tot nu toe ook alles in de UFC gewoon eigenlijk vlekkeloos gedaan. Dat is echt een goede test voor hem zaterdag tegen Magny. Ja, Magny, want Magny heeft lucht voor 15 minuten. Zeker. Ik ben heel benieuwd over naar deze partij. Ik denk niet dat we hem voorlopig gaan zien. Want ik denk dat ze allebei op een eigen manier echt op weg zijn naar de top. Chimaev is daar natuurlijk al een beetje. Maar dat Shafkat gaat daar ontegenzeggelijk ook terechtkomen. En die zeker wel top 5, misschien wel hoger dan dat nog. En die gaan elkaar misschien nog een keer tegenkomen. Maar ik denk dat ze nu nog even uit elkaar gehouden worden. Interessant. Goed, bedankt allemaal weer voor jullie inzendingen. Vergeet niet elke week je vragen in te sturen. Wordt zeer gewaardeerd, of het nou via de mail is, het info@vechtersbaas.tv of via de DM's op Twitter en Instagram. We nemen ze allemaal mee en we vinden ze allemaal even interessant. Dus bedankt voor al jullie bijdrage. Zonder jullie zijn we nergens. Dat is hij weer. Dat is hij. Wat gaan we nu doen? Marcel, leuk dat je er bent. Fijn dat je aan de lijn hangt. Ik heb nog een vraag voor jou. Heb je nog vechtnieuws? Ja, dat heb ik. Laten we beginnen in Londen, 23 juli. Nathaniel Wood tegen Charles Rosa. Leuk. In juli, in Londen, zei je? Ja, in Londen, ja. Oh ja, leuk. Ja, leuk voor Nathaniel Wood, thuiswedstrijd. Zeker. 6 augustus hebben we Shamil Gamzatov tegen Misha Sirkunov. En Sirkunov gaat terug naar light heavyweight. Oké. Okay. Ja, die weet ook niet wat hij wil, maar Oké. Neem een verkennisgeving aan. Ja, dan werd zaterdag tijdens de broadcast werd bekendgemaakt officieel 13 augustus in San Diego, main event, Marlon Chito Vera tegen Dominic Cruz. Ja, daar was natuurlijk al even sprake van. Hè? Dat was een soort van officieus wel aangekondigd, volgens mij door jou ook al. Nu officieel gemaakt. Leuke wedstrijd. Gevaarlijke wedstrijd voor Cruz, denk ik ook. Voor allebei, maar ja. Ik heb Vera, hij zegt wel, gaat de goede kant op. Die is ijskoud, die hem door midden trapt. Ja. Als je hem wil raken. Ja.
Ja. Maar Cruz is natuurlijk hele slimme, hele technische vechter. Maar ja. Is het niet een beetje oud? Niet de jongste meer. En Vera zit echt die zit in zijn prime nu. Die wordt per wedstrijd zien hem ook echt beter worden. Dus, maar goede matchup. Ik vind het hele slimme matchmaking, vooral van de UFC, omdat je, ja, Vera, die dus nu in top 5 staat, ja, tegen Cruz, voormalig kampioen. Ja. Dus tegen Vera zeg je van, ja, je kan tegen voormalig kampioen vechten, misschien wel een van de allerbeste die ooit in de divisie heeft gevochten. En tegen Cruz zeg je, je hebt een thuisgevecht in San Diego, in je achtertuin, tegen iemand als Vera, die je dus weer aan de top 5 kan brengen. Dus, ja. Ja, ja, en Cruz is ook nog echt van overtuigd dat hij nog kampioen kan worden in deze divisie. Die is echt, wil echt nog een keer gooien naar de titel doen. Ja, dan moet je ook van iemand als Vera kunnen winnen als je dat wil. Dus ja, inderdaad, ik ben het met je eens. Goede matchmaker. Ja, dan hebben we op 20 augustus UFC 278 in Salt Lake City. Hebben we José Aldo tegen Marab de Vallesvili. Ja, over nieuwe garde, oude garde gesproken. Ik ben ook vrij hoog, sowieso heel hoog op José Aldo. Laat dat natuurlijk geen twijfel over mogen zijn. Maar ook over Marab de Vallesvili. Ik weet niet of dit een hele gunstige matchup is voor Aldo, als ik je heel eerlijk vraag. Ja, als hij de takedowns kan stoppen en Aldo heeft een goede takedown defense, dan misschien wel. Maar... Ja, maar die Marab, die is ook een soort van, moet je dat zeggen... Die wordt niet moe. Die Duracell konijn. Ja, ja. Dus inderdaad, dankjewel Duracell konijn. Die gaat gewoon 5 ronden lang buiten. Ik weet, dit zal geen 5 rondes zijn. 3 rondes, hè, is het. Ja, 3 rondes. Maar die kan, als het moet, haalt hij dat 10 rondes, haalt hij dat tempo vol. ja, geef ik het te doen voor Aldo. Maar ja, leuk. Ja, dat hebben we op 3 september. Shukagian heeft zich teruggetrokken uit gevecht tegen Fioro. Eh? Het is nu Jessica Andrade tegen Fioro. Ja. Het is niet per se makkelijk geworden voor Fioro, mag ik zeggen. Nee, maar wel een leuke partij voor ons, denk ik. Dat is wel waar, ja. In Parijs, dus Fioro heeft natuurlijk een thuisvoordeel. Dus ja, leuke wedstrijd. Ja, dan hebben we op dezelfde kaart, 3 september, hebben we Nasrat Haqparast tegen John McDessie. Haqparast, die was toch helemaal, lag toch helemaal in de kreukels na zijn laatste wedstrijd tegen Bobby Green, was het toch? Bobby Green, ja. 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 Hij is gelukkig weer hetzelfde, dus oké. Okay. Ja. Mooi. Ook in Parijs dus. Ja. Dan 17 september. Ja, die hadden wij op Eurosport als eerste. Dus Santegen tegen Song Yadong. Main event. Mooi. En waar is dat? Het is nog niet bekend, man. Locatie. Oké. Okay. Locatie nog niet bekend. Maar 17 september in ieder geval. Ik zag hem inderdaad. Jij had hem als eerste. Props daarvoor, Marcel. Taking over the world. Ja, wel een leuke wedstrijd. Song Yadong was in zijn laatste wedstrijd ook geweldig. En Santegen is een van mijn favoriete vechters in die divisie ook. Ja, eens. Dan hebben we op 17 september op dezelfde kaart hebben we André Fili tegen Lando Venata. André Tachi Fili. Ook leuk. En waar is dat? Nee, een grapje. Geen idee. Hetzelfde als de vorige. Ja. En dan hebben we op diezelfde kaart hebben we ook nog Damon Jackson tegen Pat Sabatini. Ja, en Damon Jackson waar jij, jij heel hoog op zit, hè? Ja, man, ik vind hem wel. Hoog op zitten, ik vind hem erg ondergewaardeerd, laat ik het zo zeggen. Ja, terecht. Ja, ik vind hem wel altijd een beetje engder uitzien. Ik vind hem altijd een beetje, nou ja, hoe zeg je dat netjes? Als iemand die van de politie niet in de buurt van scholen en kinderdagverblijf mag wonen. Hij wordt altijd door mensen Megamind genoemd. We hebben nog twee gevechten, die zijn nog niet bevestigd, maar die zijn wel in the works. Dus Michael Johnson tegen Jamie Mullarkey op 9 juli. Mooi. Goed dat Michael Johnson nu dus ook weer een beetje gewoon ritme krijgt. Ja, en op UFC 279 zou Aljamain Sterling zijn titel gaan verdedigen tegen TJ Dillashaw. Alleen is Sterling nog niet overeen met de UFC over zijn PD, zeg maar. Dus hij heeft zijn contract nog niet getekend. Oké, okay, nog niet getekend, maar de verwachting is, want al meteen na die partij natuurlijk van Sterling tegen Jan gingen de geruchten, Dillashaw daar ook volgens mij, gingen die geruchten al dat de volgende was. En ja... UFC is hem wel heel erg aan het pushen, wat ik niet helemaal begrijp natuurlijk met zijn EPO verleden, Pillashaw, maar oké. Okay. Wel interessante wedstrijd, ik vind het niet terecht, maar oké. Okay. Ik ben met je eens. Gelukkig. Dat was het. Dat was het. Nou ja, genoeg alweer om naar te kijken, Marcel. Dankjewel. Dat zit genoeg in de pijplijn weer de komende tijd. Je weet het, als je op de hoogte wil blijven van alle laatste vechtnieuws en nog meer dan wat wij hier noemen, volg Big Marcel 24 op Instagram. En dan mis je nooit wat. En dan ben je vaak ook nog de eerste die het weet. Dus dat is absoluut de moeite waard.
Goed, tijd om ons te gaan richten op het volgende puntjes uitdelende onderdeel. Gokken op knokken. Gokken op knokken. Gokken op knokken. Ja, gok op knokken. Daar hebben we het natuurlijk over. Er waren wel wat punten te verdelen, maar ook niet heel veel. Laten we niet om de hete brei heen delen, om de hete brei heen draaien. Soms is het heel moeilijk praten. Lozon Cerrone viel natuurlijk uit, dus daar zijn sowieso geen punten te verdelen. We hadden allemaal gedacht dat Keter ging winnen. Dat gebeurde niet. Omdat één jury... Nee hoor, dat gebeurde niet. Emmet won, dus daar werden ook geen punten verdeeld. En we dachten ook allemaal dat Holland op KO ging winnen. Ja, ik dat... vind gewoon dat we die punten gewoon... Weet je, dat we dat gewoon dat omzetten in KO. Ja. Minder voor jullie, maar goed voor mij volgens mij dan. Waarvan akte, maar daar hebben we niks aan. Nee, we hebben wel allemaal Holland gezegd. Maar we dachten allemaal op KO en het werd een submission. Dus daar allemaal één puntje... En dat is ook gelijk alles wat er te verdelen is. Dus dat betekent dat er in de verhoudingen niks verandert. Al één puntje erbij. Dus Marcel staat nu op 80 punten. Ik sta nu op 88 punten. En vier aan kop nog steeds Gilbert nu met 91 punten. Chapeau. Dan even kijken. Hetzelfde geldt natuurlijk voor onze mededingers in het Gouden Kooi. Of Gouden Kooi Gok Knokkenspel. Die hadden ook allemaal 0 punten voor Cerrone Lozon. Want daar werd niet gescoord. Heel veel mensen dachten of Emmet op KO of Keter op Decision. Maar het werd dus uiteindelijk Emmet op Decision. En dat had precies... helemaal niemand voorspeld. Wel een aantal mensen die daar een puntje hadden... omdat ze Emmet als winnaar hadden voorspeld. Ik heb heel veel mensen ook... die net als Gilbert hadden... Holland op KO in de tweede ronde. En net als Marcel trouwens, die had het ook. Het werd Holland op submission. En dat had ook precies helemaal niemand voorspeld. Dus als we daar naar de stand kijken, ook niet echt veel verschuivingen. Remco Zwart is nog steeds de trotse lijstaanvoerder. Wel die als eerste de magische grens van 100 punten heeft gesteld. 101 punten, gevolgd door Jan van der Bos op 93 punten. 86 punten voor Martijn van Vliet. Joris Spelman 81 en Anthony van der Ven 80. En een speciale vermelding is er voor... Ricardo Kleuters met de O-omloop, dus niet van die kleine mannetjes, die voor het eerst deelneemt aan het spel. Welkom Ricardo, welkom in het Gok op Knokkenspel. Tof dat je ook nog steeds nu in deze fase van het seizoen meedoet. En jij debuteert met 2 puntjes en dat gebruiken we helemaal niet tegen je, want bijna niemand had punten gescoord. Dus dat was het weer. Voor deze keer. We gaan natuurlijk wel weer nieuwe ronde, nieuwe kansen. Waarin we hopelijk wat meer punten gaan scoren dan de afgelopen week. Want dit was wel heel karig. Ik denk dat dit echt een dieptepunt is in de geschiedenis van Gok op Knokken. Dat we allemaal maar 1 puntje hebben gehaald. Maar ja, ik heb ook wel eens een keer 0 punten gehaald. Dus wat dat betreft, hè? Glas is half vol of half leeg. Maar goed, komend weekend is er weer een UFC Apex evenement. Oftewel UFC Vegas 57 alweer. Met een kaart die kwalitatief wel vrij aardig is. Qua naamsbekendheid denk ik voor de casual fans niet zo heel erg tot de verbeelding spreekt. Maar laat je daar niet altijd door afschrikken, want er zijn echt wel een paar leuke potjes op. Main event is daar Arman Tsarukuyan tegen Mateusz Gamrot. Dat is een partij in de lightweight divisie. Arman Tsarukuyan is 11e en Gamrot 12e. In de welterweight divisie, in de co-main event, hebben we Neil Magny, waar we het net al over hadden, 10e gerankt, tegen, dat is 15e, dus nu als eerst voor de eerst gerankt, Shavkat Rakhmonov. Natuurlijk vertegenwoordigd door Henry Hoofd uit Sanford MMA. Terug van weg geweest, de Marcel Special. Josh Parisian tegen Alan Badeau, waar ik echt geen flauw idee heb waarom deze partij ooit ergens bij mijn kaart zou staan. Maar goed, het is zo, dus we hebben ermee te dealen. Thiago Moises tegen Christos Giagos in de lightweight divisie. En Nate Mains tegen Umar Nurmagomedov. Houd die in de gaten. Dat is sowieso een toekomstige, misschien wel kampioen ook in deze divisie. De kaart wordt geopend door publiekslieveling Action Man Chris Curtis
tegen BEA-specialist en kampioen Rodolfo Vieira. Dus genoeg daar om van te genieten. En in prelims iets minder aansprekende namen. Carlos Oerberg tegen Tavan Tchoukwi onder andere. Rolion Paiva tegen Sergio Morozov in de bantamweight divisie. Vanessa Demopoulos, de ex-paaldanseres, nu UFC-vechter geworden tegen Jinju Frey, staat daar onder andere ook op en nog meer. Dus genoeg om daarvan te genieten. Maar we gaan het hebben over onze voorspellingen. En dan gaan we natuurlijk beginnen met de main event. Of zullen we het omdraaien? Maakt mij we doen het omdraaien. We houden de spanning erin. We doen niks uit. Alles sowieso andersom. We begonnen ook met de prelims. Gingen we daarna naar boven. Dus gaan we hier ook gewoon onderaan beginnen. En de eerste partij waar we ons op mogen richten is de Marcel Special. Josh Parisian tegen Alan Badeau. En aangezien dit naar jou vernoemd is, Marcel, krijg jij ook de eer om deze als eerste te voorspellen. Dus ik zou zeggen, doe je ding. Ja, hoe die in godsnaam op mijn kaart komt, ik heb geen idee. En leuk is ook dat de manager van Alan Badeau en zijn trainer Fernando Lopez, toen het gevecht bekend werd, had hij op social media gezet. Ja, op een of andere manier hebben we nog een partij aangeboden gekregen van de UFC. Vraag me ook niet waarom. Maar over zijn eigen vecht heeft hij daar ook wat eraf gehaald, volgens mij. Maar ja man, Alan Badeau, 3 keer gevochten in de UFC. 2 keer verloren, eigenlijk 3 keer. Maar hij heeft, zeg maar, mazzeltje gehad dat het een no contest werd. Ja, hè, dat tegen, biedt gebruik toch? Is, ja. Ja, ja, dus ja, en eigenlijk, hij is gesigned door de UFC op een overwinning tegen Todd Stout. En als je die partij terug gaat kijken, ziet dat Todd Stout met een submission gewonnen had. Ja. En het is overturned in de disqualificatie dat Todd Stout ook marihuana gerookt had van tevoren. Dus ja, ik denk dat hij gewoon in de UFC zit omdat het Gans een trainingsmaatje is. Maar goed, ja. Nu tegen Parisian. Maar ja, Parisian is niet veel beter, man. Ook nog niet veel laten zien in de UFC. 1 gewonnen, split decision tegen Rocky Martinez. Een gevecht wat ik eigenlijk dacht dat hij verloren had. Dus ja, beide vechten voor een, hoe noem je dat, voor een UFC-carrière hier, denk ik. En ja, als ik kijk naar Bordeaux in zijn laatste partij tegen Parker Port, dan vond ik hem beter vechten dan die voorgaande partijen daarvoor. En daarom ga ik voor Bordeaux in de eerste ronde met een KO. Maar, ja, KO voor ja, Brigitte KO. Bardot in de eerste ronde. Zegt Marcel. Ja, ja, je hebt hem heel mooi vooropgezet voor ons. Ik kan er niet heel veel woorden meer aan vuil maken. Ik weet ook niet waarom deze op de maincard zijn. Sterker nog, ik weet niet waarom deze mannen überhaupt nog die UFC vechten. En dat bedoel ik helemaal zonder haat, want ik gun iedereen een boterham en iedereen moet gewoon doen. Misschien vind ik ook wel niet dat ik op deze plaats thuis hoor in deze podcast. Ja, so be it. Ja, ik, als jij zegt Baudou, zeg ik Parisian, die wint door uitputting bij Baudot of zoiets. Nee, op decision. Ze hebben allebei niet echt een KO. Ik zeg Parisian dan op decision. Dat rijmt ook nog, dus dat klopt. Dat klopt wel mooi uit. Gilbert. Ja, Baudot, 2 ronde KO. Rijmt. Dat rijmt ook. Sinterklaas komt vroeg dit jaar. Daarom heb ik mijn baard ook laten staan. Baudot. 2 ronde. KO. Op KO in de tweede. Oké, dan de co-main event is er eentje waar ik gelukkig wel naar uitkijk. Tussen de altijd lastige Neil Magny en het toptalent en misschien wel toekomstige topcontender Shavkat Rakhmonov in de welterweight divisie. Hebben daar odds ook? Jawel, die, zeg ik dan wel. Nee, die hebben er geen odds voor. Wat gekke werk. Oké, nou, zonder odds doen we het. Ik ga hem aftrappen. Ik, nogmaals, Neil Magny is wel de zwaarste test inderdaad, zoals jij zei net, Marcel, voor Rakhmonov tot nu toe. Maar ik vind Rakhmonov eigenlijk overal gevaarlijker en beter. 3 partijen in de UFC tot nu toe, 3 finishes. En ik heb niet het idee dat hij nu gaat stoppen daarmee. Dus ik ga nu ook voor Rakhmonov op een finish. Submission in de, wat zullen we zeggen, 2e ronde is mijn voorspelling voor Shavkat Rakhmonov. Gilbert, what say you? Oeh. Ja, kijk, ik zie het. De Haitian Sensation. De Haitian Sensation, jawel. Dat is dan waarschijnlijk de ergste familie van mij. Dat wordt wel weer moeilijk. Maar ik ga ook voor Shavkat natuurlijk. Want ja, is gewoon een beest. En ik ga de eerste ronde Sensation. Eerste ronde Submission. Sensationele Submission in de eerste ronde. Voor Shavkat, zegt Gilbert. Marcel, jij mag hem afmaken.
Ja man, ja, wat ik zei, dit is wel echt een test denk ik voor Shavkat. Het ding is dus met Neil Magny, als je ziet, hij wint altijd de derde ronde. Neil Magny wint eigenlijk altijd de derde ronde, maar hij moet wel naar die derde ronde komen in deze partijen. Dat is een ding. Neil Magny staat meestal traag en als hij nu traag staat tegen Shavkat, denk ik dat hij een probleem heeft. En ik denk ook dat het weer gaat gebeuren, dus ik ga voor Shavkat eerste ronde KO. Shavkat KO. Oh, kijk. Die gaat helemaal op een ander pad zitten. Goed, maar we denken allemaal Shavkat. En jullie denken allebei Bordeaux. Ik Parisian. We hebben nog één partij te voorspellen. Dat is de main event. En die gaat zoals gezegd tussen Mateusz Gamrot, de oude KSW-kampioen, en Arman Tsaroukian. Dat is natuurlijk een partij in de lightweight divisie. En Tsaroukian is hier de favoriet. Min 140 tegen de underdog Gamrot. Plus 120. En Gilbert, wil jij deze aftrappen? Jazeker. Dat is mooi. Ja. Allebei vuurwerk. Ja. En is het gewoon... statistieken? Ik heb gisteren Moneyball gekeken. Ja. Wel een goede film, ja. Ja, dus ik ga voor Amaran. Tweede ronde KO. KO, tweede ronde. Voor... Tsaroukian, zeg jij. Tsaroukian zegt toch in zijn laatste wedstrijd tegen Joe Alvarez heel goed uit. Denk jij dat hij het kan doen hier, Marcel? Ja, dit is voor mij een beetje een vergelijkbare partij met Ismagulov tegen Kutatilats afgelopen weekend. Eigenlijk vecht, twee waar eigenlijk niemand tegen wil vechten, dus hebben ze maar tegen elkaar gematcht. Ja, van Gamrot vind ik een geweldige vechter. Hij kwam van KSW, twee dubbelkampioen daar. Kwam in de UFC, verloor van Kutatilats, split decision, had beide kanten op kunnen gaan. Maar sindsdien alles gewonnen. Jeremy Stevens bijna zijn arm van zijn lichaam getrokken. Ja. Holtzman nog uitgeslagen. Dus kijk naar Tsaroukian. Kwam in de UFC short notice, debuut tegen Makhachev. En iedereen had zoiets. Ja, iedereen had zoiets van, nou, gefeliciteerd, weet je. Maar hij deed het goed, man. Hij verloor wel, fight of the night. En sindsdien ook alles gewonnen. Joel Alvarez totaal weggeslagen. Ja. Voor mij heel gelijkwaardig. Maar als ik kijk naar wie ik denk dat een grotere carrière in de toekomst heeft in de UFC, denk ik dat dat Arman is op dit moment. Dus ja, ik denk dat Gamrot al meer, ja, hoe zeg je dat, gearriveerd is. En ik denk dat Arman nog kan groeien verder. Ik ga wel voor een decision. Ik zie geen finish in deze partij. Ja. Dus ik ga voor Arman via unanimous decision. Arman op decision, zegt Marcel. Ja, die partij tegen Makhachev inderdaad. Dat was nog vrij vroeg in Tsaroukian's carrière. Hij is nog maar 25 ook, geloof ik. Hè. Hij is nog vrij jong, dus hij heeft nog toekomst. Dus die rematch zou ik wel willen zien ooit een keer tegen Makhachev. Want Arman die blijft zich ook ontwikkelen. Wordt per partij beter inderdaad. Hetzelfde geldt ook voor Gamrot. Ze hebben ook allebei een worstelachtergrond. Kunnen allebei op de voeten ook vrij goed uit de voeten. Ja, sorry. Ja, ik denk ook dat het een hele close partij wordt. Ik neig ook om te zeggen... Het is een beetje saai, sorry. Maar ik neig ook te zeggen dat Tsaroukian hier waarschijnlijk nipt het voordeel heeft. Misschien dat iets meer fight IQ heeft dan Gamrot. Dus ik denk dat het heel close wordt. Maar ik zeg ook Tsaroukian. En ik zeg ook een decision. Ik denk niet dat hij hem gaat finishen. Maar ik zeg hier ook een decision. Sorry Marcel. Ja. Het is wat het is. Ja. Zullen we maar goed? Ja. Punten voor mij. Boep. Ik gun het je van harte. Maar ik gun het mezelf net ietsje meer. Oké, dat was het hele spel. Het spel is op de wagen. Willen ze, jullie moeten ook allemaal jullie voorspellingen nog sturen. Naar info@vechtersbazen.tv via de mail. Dan werken we jullie stand weer bij. Jullie doen het allemaal goed. Zeker, er zijn een aantal die gewoon trouw elke week insturen. En die zie je ook vanzelf boven komen draaien. Want ook bedrijven, moet ik zeggen, ook een puntje is een puntje. Die sturen gewoon elke week een puntje bij. Dus blijf dat vooral doen. Voor nu wil ik alleen maar zeggen, Gilbert, dankjewel. Geen dank. Ja, wat zo gezellig. Ja, wat gezellig. Ja. Ik moet toch wel wat zeggen. Ja, vertel. Twee dingen. Nou. Het is iemand jarig hier. We hebben nog steeds gekeken, taart en snoepkoek troep gehad. Ja. Dat is één. En twee, ik weet niet meer deze tafel hoor. Ik zit toch liever die ronde tafel? Deze, ja. Ja, weet ik niet. Ik zit niet fijn met mijn voetjes de hele tijd. Maar ben jij jarig? Nee, ik nee, toch niet. Waar zeg je? Was het net jarig? Twee weken pas. Ja. Ja. Wie is jarig dan? Carl. Hè? Carl. Oh. Oké, okay. Nou, ik zie dat mijn poesjes zo graag verschijnen. Oh ja, dat was ook wel een berichtje, gewoon een kleine side note. We hadden het net over KSW en natuurlijk met Zimmerman. Arik Rosjek,
natuurlijk betrokken bij die partij tegen Badr, waar die rellen ontstonden. De Glory eruit gesodemieterd. Die heeft bij KSW getekend, MMA. Ja. Tuurlijk, slim van ze. Ja. Super slim. Ja. Ja, en hij is natuurlijk een Pool en hij heeft natuurlijk wel wat naamsbekendheid, zeker sinds hij van Badr heeft gewonnen. Ik ben benieuwd hoe het. Wel MMA, ik weet niet hoe zijn ground game is, maar daar gaan we waarschijnlijk snel goed achter. Ja, Marcel, jij nog een toevoeging voordat ik jou oversla? Nee, niks meer, man. Alleen, ik zou zeggen, kijk Cage Warriors en de UFC op Discovery Plus zaterdag. Ja. Cage Warriors begint om 10:00 volgens mij, de maincard uit mijn hoofd. UFC begint de prelims om 1:00 en de maincard om 4:00. Dus als je wil, kan je gewoon van 10:00 tot 7:00 morgen strak gewoon aan één klap door MMA kijken op Eurosport en Discovery. Discovery Plus moet ik zeggen. Ja, te gek. Dankjewel Marcel. Dankjewel Gilbert. Ik heb weer van jullie genoten. Jullie ook bedankt weer voor het kijken of het luisteren. Hoe jullie deze podcast ook tot jullie nemen. Of het nou YouTube, Spotify, Apple Podcasts is. We houden van jullie allemaal. En vergeet niet te liken, te delen, te abonneren. En dan zijn we de volgende week weer. Yo. Marcel. Wacht. Ja. Nog één ding. Mocht Gegard niet vergeten. Die vraag ook deze week. Oh, Gegard, natuurlijk. Ja. Wat is het? Bellator tegen Johnny Ablin. Ja, precies. En in Amerika. Connecticut. Nee, wat is ja. Het? Ja. Ja, Gegard. Shout-out Gegard Mousasi. Inderdaad, natuurlijk onze OG Nederlandse MMA koning. Check. Marcel.